Dit zijn de 5 best scorende Eredivisie-spelers op Sorry. Op 5 staat Joey Veerman. Een speler die je misschien niet heel snel zou verwachten. Maar hij scoorde in 9 van zijn laatste 28 wedstrijden. En scoorde tussen de 80 en 100 punten. En dan zijn rookie. Hij scoort echt enorm constant. Alleen heeft hij net niet zoveel uitschieters als bijvoorbeeld Veerman. Het voordeel bij hem is dat hij maar ongeveer 30 euro kost. Op plek 3 staat Kukcu. Hij scoort echt geweldig hoge scores. Maar hij heeft soms ook nog wel wat mindere weken. En omdat hij enorm veel betrokken is bij doelpunten. Is het wel echt een goede speler voor Sorig. Natuurlijk moet Xavi Simons op de lijst staan. Hij was betrokken bij 19 doelpunten in de 26 Eredivisie wedstrijden dat hij in de basis begon. En daarom is het gewoon een must-have voor een Eredivisie Sorig team. De nummer 1. Dusan Tadic. Dit zullen Feyenoord fans vast niet leuk vinden. Maar kijk naar zijn scores. Hij was 32 keer bij een doelpunt betrokken in zijn laatste 40 wedstrijden. En daardoor scoorde hij 14 keer in scoren boven de 80. Klik op de link in mijn gepinde comment. Meld je aan op Sorig en win een gratis limited kaart.